Dit zijn de genomineerde filmleraren van 2022. Wie zijn ze? En wie gaat er met de felbegeerde titel vandoor? Laat vooral filmpjes zien door ze echt nieuwsgierig te maken en dat ze verwonderd raken. En denk van, ja, oh, dat willen wij ook proberen. En zo maken ze eigenlijk echt spelenderwijs kennis met wat is film. Ja, op dit moment vooral stop motion. En wij zetten film eigenlijk vooral in ter inspiratie of om in te zetten voor een gesprek of ter verduidelijking van iets. En bij ons in de workshopreeksen maken kinderen eigenlijk zelf een film. Ja, en we proberen ook wel echt aan te sluiten bij de belevingswereld. Want je hebt bijvoorbeeld Monsieur Carton. Dat is eigenlijk een soort stop motion van karton met auto's. Dat is heel leuk. En ook bijvoorbeeld Buurman en Buurman. Dan gaan de kinderen wel echt aanstaan. Kinderen hebben natuurlijk een hele rijke fantasie. En dat op papier tot stand te zien komen en dan in film te zien worden, zeg maar. Dat is, ja, wat ze bij ons denk ik het meeste meenemen daarvan. Ja, ik denk ook dat wij gewoon heel veel andere leerkrachten kunnen inspireren. Omdat het niet altijd veel denken, het is heel moeilijk en ingewikkeld. Maar eigenlijk is het ook heel simpel. Stem op ons!